your information. Bent u ervan op de hoogte dat het bruto binnenlands product vaak wordt afgekort met BBP? Het BBP is de optelsom van alle bruto toegevoegde waarden tegen marktprijzen van bedrijven en overheid die in een bepaald jaar binnen de grenzen van een land worden voortgebracht. Wanneer er over BBP wordt gesproken, wordt eigenlijk altijd het bruto binnenlands product tegen marktprijzen bedoeld. Dit is de totale marktwaarde van goederen en diensten die binnen de grenzen van een land worden geproduceerd in een bepaalde periode, meestal een jaar. Bent u ervan op de hoogte dat in Suriname het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, deze cijfers nauwkeurig bijhoudt? In oktober 2008 is wederom gestart met het berekenen van het bruto binnenlands product volgens de bestedingsmethode. Stijgingen of dalingen in het BBP worden als een belangrijke graadmeter gezien voor de ontwikkeling en de welvaart van ons land. De afdeling Nationale Rekeningen, NR, houdt zich bezig met het produceren van macro-economische grootheden die het mogelijk maken de Surinaamse economie en haar ontwikkeling te analyseren. Enkele belangrijke macro-economische grootheden die berekend worden zijn bruto toegevoegde waarde tegen lopende en constante prijzen, bruto binnenlands product, bruto nationaal inkomen per capita en beschikbaar inkomen. For your information.